Wat zou ik vandaag kunnen doen met dit herfstachtige weer? De kachel brandt en ik zou me willen ontspannen. Ik zou een boek willen lezen van de auteur Hello Jackson. Oeh ja, ze heeft een thriller geschreven dat over een moordonderzoek gaat. Ik denk dat dit boek perfect is. Moordgids voor lieve meisjes. Piep, een 17-jarig meisje, kiest als profielwerkstuk op school de moord op Andy. Zij vindt dat het onderzoek niet helemaal klopt en gaat daarom zelf aan de slag, samen met een nieuwe vriend die ze leert kennen, Ravi. Hij is de broer van de hoofdverdachte, toch als het van de politie afhangt. De broer heeft echter zelfmoord gepleegd, iets na de verdwijning van Andy. Volgens velen een betekenis, volgens Piep een wanhoopsdaad. Daarom start ze zelf met een onderzoek. Ze gaat bij veel mensen langs en belt veel mensen op om informatie te achterhalen. Ze breekt zelf in een huis. Ze gaat bij een van Annie's vriendinnen om daar informatie te ontfutselen. Zo stelt ze een prikbord samen, zodat ze zo misschien aanwijzingen zou kunnen vinden. De hele school vindt het geweldig dat Piep dat onderwerp heeft gekozen. En daarom belt de school naar nieuwsankers, zodat het onderzoek van Piep wereldwijd gaat. Oh, ik hoor net mijn ouders thuiskomen en gelukkig is mijn boek net uit. Het doet me denken aan een Cluedo-spel. Ja, een geweldig idee voor deze druilige namiddag. Ik vraag me af of ze willen meedoen. Je moet ontdekken wie de verdachten zijn en waar ze vermoord werd. Wat zullen hun theorieën zijn? Is het Elliot Ward in de zwarte Peugeot? Of eerder Hooie Bouwers in het donkere bos? Misschien één handige tip, Annie's lichaam werd nooit teruggevonden. Door in het boek lezen we in Pieps verslagen wie ze verdenkt en hoe het zou gebeurd zijn. Pas op het einde wordt het mysterie ontrafeld. Als je het antwoord wil weten, zul je het boek zelf moeten lezen. Of als je het zelf het antwoord wil verzinnen, kan je het spel Cluedo spelen. Dit boek is voor wie houdt van geheime en verrassende wendingen. Zelf werd ik eerst aangesproken door de sterke cover. Het bleek nadien ook een duizeligwekkende inhoud te hebben. De theorieën die de auteur naar voren brengt in naam van Piep in het verhaal wisselen razendsnel, waardoor het verhaal overweldigend is. Het bleek een meesterlijk in elkaar gestoken. Nog veel plezier met het ontrafelen van de Cluedo of met het lezen van het boek.